Wil je soms wel eens harmonietjes of als backingvocal aan de slag, maar weet je niet goed welke noten bij de welke passen en dan klinkt het niet goed samen? Wel, vandaag, in de video van vandaag, krijg je één welbepaalde techniek die jou daarmee gaat helpen, zodat je op een hele makkelijke manier een tweede of een derde stem kunt gaan zingen. Mijn naam is Maggie van zanglesmetmaggie.be en ik ben hier om jou nog beter te leren zingen. Ik wil samen met jou je grenzen verleggen, je grote zangdoelen bereiken en vooral je zelfvertrouwen in heel het proces een boost geven. Wil je graag het beste uit jezelf blijven bovenhalen? Abonneer je dan vliegensvlug op dit kanaal. Zo blijf je elke week op de hoogte van nieuwe tips en tricks in verband met zingen. Mooi! Vandaag gaan we het hebben over één welbepaalde techniek die jou gaat helpen om een tweede of derde of vierde of vijfde of zesde stem op een lied te gaan zetten. Dus beeld je in, je zit te jammen met vrienden en het is allemaal heel leuk. Er is iemand met een gitaar en we zingen allemaal Country Road, Take Me Home. Het typische fireplace lied. En soms is het dus fijn om in harmonie te zingen, om er een tweede stem boven te zetten. Of misschien zit je wel in een band en wordt er gevraagd om backing vocals te zingen. Hoe kan je dan zo ineens uit het niks een harmonie tevoorschijn toveren? Dat is heel moeilijk. Maar vandaag krijg je dus één welbepaalde techniek mee die jou daarmee gaat helpen. En die techniek is de pedal tone. En dat is de techniek die ik met de meeste zangers als tweede aanleer om in harmonie te zingen. Dus in mijn cursus van A tot zingen is er een hele bonus in verband met zingen in harmonie. En dit is eigenlijk één van die technieken die aan bod gaat komen. En dat is de pedal tone. Wat is een pedal tone? Een pedal tone is eigenlijk heel makkelijk. Dat is één noot die heel de tijd dezelfde blijft. Nu, we gaan het niet hebben over notenleer of harmonieleer, dat is een onderwerp voor een andere keer. Maar dus één noot die heel de tijd hetzelfde blijft, dat is denk ik wel duidelijk. Nu, welke noot? Dat is dan de volgende vraag. En dat is waar dat de oefening van vandaag over gaat. Ik ga hem niet zomaar verklappen. Ik ga hem u laten zoeken. Want dat is hoe dat je hem nadien ook zelfstandig kunt gaan zoeken in andere liedjes. Dus ik ga hem niet verklappen. Dit zijn een paar akkoorden. En in deze akkoorden is er één noot die overal op gezongen kan worden. Welke noot dat is, ga ik nu niet verklappen. Maar je hebt keuze uit drie noten. A, A, A. Eén van die drie. Dus kies er eentje uit. Maakt niet uit de welke. A, A, A. En jouw opdracht is om die heel de tijd te zingen terwijl ik de akkoorden speel. En dan ga je horen dat die wel of niet past. Dus het kan zijn dat dat op twee akkoorden wel gaat passen. Het kan zijn dat dat op drie akkoorden gaat passen. Of dat kan zijn dat het helemaal niet past. Dat laat ik aan u over. Maar kies één van die drie noten en ik laat je zoeken. Dus je houdt die gewoon aan op een A. Laten we voor nu een A kiezen. A, A, A. Kies er eentje uit. Hier gaan we. 1, 2, 3. Oké, hoe ging dat? Hoe ging dat? Ofwel, er zijn één van twee zaken gebeurd. Ofwel past de noot die je gekozen hebt op alle akkoorden en klinkt het heel mooi. Ofwel heb je misschien een noot gekozen die niet overal 100% past. Dus stel dat ik voor deze noot ben gegaan. Ah, hier past hem heel mooi. Ah, hier past hem ook heel mooi. In de theorie past hem hier wel, maar hij gaat een beetje wringen met deze noot. Hoor je dit? Dat is een wringende noot. Dus die gaan we niet kiezen als pedal tone. Want onze pedal tone is één noot die heel de tijd hetzelfde moet blijven en dat overal heel mooi moet klinken. De pedal tone. Dus ik laat u nog een laatste keer zoeken. We weten al dat het niet deze is. Dus we hebben nog keuze tussen deze, de lage of de hoge. Ik laat u zoeken. Hier gaan we. Oké, de pedal tone
was deze. Luister, hè. Hier gaat hem mooi. Hier ook is hem heel mooi. Hier past hem ook en komt hem ook voor. Snap je? Dus we hebben één noot die overal in de muziek goed klinkt. Ja? Ik probeer het niet te theoretisch te maken qua notenleer. Maar dus in alle akkoorden komt die noot tevoorschijn. Dat is in deze. Hey, ik onderbreek de video even om je te vertellen over mijn nieuwe vijfdaagse Zo zing je zuiver challenge. Veel woorden moet ik er niet aan vuil maken. Je leert gewoon in 5 dagen voluit zingen zonder spanning, heesheid of onzekerheden. Helemaal gratis en je kan toegang krijgen tot deze challenge via deze link zanglesmetmaggie.be/challenge. Oké, ik laat u verder kijken. Nu, stap 2. We gaan die nog eens zingen, maar ik ga je proberen afleiden. En dat is waar het moeilijk wordt. Dus jij moet die ene noot heel de tijd blijven aanhouden. Heel de tijd blijven aanhouden. Maar ik ga andere zaken zingen. Dus laat u niet afleiden door mij. Dat is waar dat de challenge komt. Ja? Oké, hier gaan we. 2, 3. Weten. Oké, dat kan je nog een paar keer oefenen. Laat u niet afleiden. Blijf op uw eigen stem, op uw eigen noot gaan. Dat gaan we in een liedje gaan steken. De tekst waarmee we werken, of het liedje waarmee we werken, is Kiss Me van Ed Sheeran. En het stukje waar we mee gaan werken gaat zo. We doen... Kiss me like you wanna be loved. Like you wanna be loved. Like you wanna be loved. Laten we dat al eens samen doen. Dat we allemaal goed mee zijn. Gaan we. Kiss me like you wanna be loved. Like you wanna be loved. Like you wanna be loved. Oké, als je dat nog niet allemaal hebt, spoel maar even terug. Maar dat is waar we mee gaan werken. Nu, de challenge. We hebben daarnet onze pedaltoon gevonden. En dat is wat we hier in de praktijk gaan zetten. Dus in plaats van de melodie te gaan zingen, Kiss me, ga jij die ene pedaltoon gaan zingen. Maar deze keer niet op een A, wel op de tekst. Dus dan krijg je... Kiss me like you wanna be loved. Like you wanna be loved. Like you wanna be loved. Heel de tijd deze noot. Snap je? Laten we dat al eens samen doen. Hier gaan we. Oké. Nu gaan we een stapje moeilijker maken. Ik ga de melodie zingen. Kiss me like you wanna be loved. Jij gaat de pedaltoon zingen. Ja? Dus je staat er nu weer alleen voor. Laat u niet afleiden door wat ik aan het zingen ben. Oké, hier gaan we. 1, 2, 3. Jij moet heel de tijd hier blijven. Kiss me like you wanna be loved, like you wanna be loved. We gaan dat nog eens proberen. Mocht je niet helemaal mee geweest zijn de vorige keer. Hier gaan we nog eens. En kiss me like you wanna be loved. Laat u niet afleiden. Like you wanna be loved. Like you wanna be loved. Zalig. Nu gaan we een halftoontje hoger. Dus dat wil zeggen dat jouw pedaltoon ook een halftoontje hoger gaat. Dus die zit zich nu hier. Kiss me like you wanna be loved. Hier gaan we. En kiss me like you wanna be loved. Like you wanna be loved. Like you wanna be loved. Oké, nog eentje. We stijgen nog eens. Dus hier is uw nieuwe pedaltoon. Kiss me. Hier gaan we. Love.
dat verdient een virtuele high five. Super goed gedaan. Oké, ik daag je uit. Ik daag je uit om tussen nu en volgende week, dus dat zijn 7 dagen dat je nu hebt, een lied te gaan zoeken, of te vinden vooral, waar dat je zo'n pedaltoning kunt gaan toepassen. En hoe vind je die pedaltoon? Zoals dat we net hebben gedaan, de eerste stap is zoeken welke noot past overal. Dan 2, je niet laten afleiden. Dus naar je eigen stem blijven luisteren en niet luisteren naar wat de rest van de melodie doet. En 3, het op de tekst te gaan zetten. Dus volgende keer dat er een liedje op de radio komt, probeer al een pedaltoon te neurien. Probeer hem te vinden. Het kan zijn dat hij hier en daar gaat moeten bewegen, maar dat is nog een hele andere stap. Maar dus probeer hem te neurien. Als je hem hebt gevonden, zet daar dan de tekst op. Ik ben super benieuwd. En laat mij weten hoe het allemaal verloopt. Hopelijk gaat dat geweldig goed gaan. En ik weet dat dit een heel zwaar of een heel intensief onderwerp is. Nu zijn we daar in 10 minuten doorgevlogen. Dat is niet iets dat je zomaar in 10 minuten direct onder de knie kunt hebben. Sommigen kunnen dat wel natuurlijk, anderen hebben daar wat moeite mee. Dus gun jezelf de tijd en geduld om daarmee om te gaan. Bekijk dus noods deze video nog eens en morgen nog eens. Doe de oefeningen volgende week nog eens. En het is door het te doen dat je het echt onder de knie gaat hebben. Dus ik wens je heel veel succes toe deze week en ik hoor heel graag van jou hoe het allemaal verloopt. Fijne week nog en tot volgende week. Dag! Zang en les met Maggie.be.